7 uur mensen. U kunt daarbij zijn. Zorg dat je om 6:15 hier beneden staat. Dan kun je naar boven gaan en doen wat duizenden andere mensen jaarlijks voor u doen. Genieten op 5 meter hoogte van een wervelende Stijlenwandshow. Tot ziens om 7 uur. Wij komen ook al 20 jaar lang in Assen natuurlijk. Dit jaar voor de derde keer hier en jullie houden van de Stijlenwand. En dat weten wij, dat merken we aan jullie reacties. En daar gaat het natuurlijk om. Wij maken er iets moois van. Mijn naam is Henrik Kruse mensen. Vroeger heb ik mijn sporen verdiend, ook mijn rondjes rijden. Team voor de Nederlandse Speedway kampioen. Na 18 jaar en na de zoveelste breuk besloot ik om ermee op te houden. En wat moet je dan? Ik wist het niet. Ik heb me laten omscholen tot machinebankwerker. Ik kwam in de fabriek terecht. Het draaien en het frezen vond ik leuk, vind ik nog steeds leuk. Op die manier kan ik die oude dames in leven houden, zeg ik altijd. Maar in de fabriek, dat was niet mijn ding. Ik was als een vogeltje verkoeld. Ik moest eruit. Na 3 jaar moesten er 5 mensen uit bij ons. Ik ben naar de bakker, naar de bakker zijn. Ik heb de grootste taart gehaald die er was. En gezegd, deze jongen kan ik niet meer in de fabriek. Dat wist ik zeker. Ik denk, die moet ik niet doen. Of het zo was, of ik een beschermengel op mijn schouder had. De Stijlenwand kwam op mijn pad en ik had in één keer iets van herkenning. Ik dacht, rondjes rijden, dat heb ik altijd goed gekund. Ja, ik ga Stijlenwand rijden worden. Inmiddels over 20 jaar reizen we hiermee door heel Europa. En we hebben er overal succes mee. De rondjes zijn wat korter geworden, maar het plezier aan wat ik doe, dat is altijd nog even groot als vroeger natuurlijk. En daar gaat het om. Ook een boodschap aan mensen die af en toe niet weten wat ze doen willen met hun leven. Jawel, als je wat anders wil, dan moet je gewoon afwachten. En iets wat je graag wil doen, dan moet je toeslaan op het juiste moment. Goed, dit was net een beetje autobiografie. We gaan nu Stijlenwand rijden. Handen weg van de staaltafel, dat is het eerste wat we met elkaar moeten afspreken. Af en toe kunnen we tegen de kabel aanrijden. Als je hand ertussen zit, dan kan het bloederig zijn en dat willen we vermijden. Tweede is applaudisseren. Dat doen we niet in de handen klappen, maar aan de binnenkant van de Stijlenwand. Willen jullie eens even proberen met z'n allen zo? Kijk, op die manier creëren jullie een echte Stijlenwand gevoel. Maar dat is heel erg leuk. Jullie kunnen niet zonder ons, wij kunnen niet zonder jullie. Samen maken we daar een hele mooie interactieve show van. En onze rijders die komen naar binnen. Als jullie echt een beetje kabaal maken, doe eens even met z'n allen. Ja, dat is voor hun en tegen. Dat is voor hun. Deze jongeman, 3 jaar geleden, stelde hij ervoor dat we hier kunnen staan, hier in Kanka. Hij is een kermisbaas en hij wilde het ook graag leren. Hij doet het met de Thomas. Zijn naam is Raymond. Deze mooie jonge dame, 4 jaar geleden kwam ze bij me. Pa, ik wil ook graag in de Stijlenwand rijden. Net als mijn broer dat altijd gedaan heeft. Haar broer, mijn zoon, heeft 4 jaar bij ons gereden. Hij en zijn vrouw kregen 2 kindjes. En die zegt zijn vrouw, ik wil het niet meer hebben, het is te gevaarlijk. Dat onderzoek van mijn vrouw. Die vond dat allemaal naar ik, ze vond het allemaal heel gevaarlijk. En verdorie een paar jaar later komt de dochter en die wil ook rijden. Pa, mag ik het? Ja, wie ben ik dan om te zeggen, dat mag je niet. Nee, ik vind het ontzettend mooi. Ik ben trots op mijn dochter, Tim Kruse. De man gaat beginnen op de Thomas. Waarom was het de Thomas? In het begin van die allemaal. Dan kun je beter onder een Thomas liggen dan onder een zware Indië natuurlijk. Hier komt die in de man. Raymond, hartstikke leuk. Het is nou mijn beurt op mijn Indian Scout uit 1927.
Jan Boeren, Jan, ik ben hartstikke mooi dat je bent.
Je hebt me al vaak geïnterviewd. Verder te zien komen we elkaar daartegen. Verder te zien met jullie. Jouw moeder, dames en heren, uit Kampen. Ja, allemaal beroemde mensen. En de jullie geven mij altijd een rijk gevoel. Nog een rijker gevoel geeft u aan met mijn eigen dochter Kim hier rondjes rijden. Ik bedank Kim, ik bedank Raymond, ik bedank jullie allemaal. En nog een prettige avond hier, mensen. Met z'n allen. Tot ziens in Best.